welkom allemaal bij Topnames, dit keer uit Austin, South by Southwest. En we hebben een sfeermuziekje van de omwonenden, van de feest hiernaast. Ja, zodat het is tenslotte ook een muziekfeest. Een muziekfeest, is ja, dus, en we hoeven niet te knippen, dus dat maakt ook allemaal niet uit. Dus de beats maar doorgaan. Welkom Inzo van Zanten, je bent van Tony's Chocoloni. Natuurlijk kennen mensen jullie product in heel grote mate. Maar doe toch eventjes de drie zinnen pitch, zeg maar. Wat jullie doen? Ons doel is om ervoor te zorgen dat chocolade wereldwijd 100% slaafvrij wordt. Dat is onze grote missie. Wij kwamen er 15 jaar geleden achter dat er een hele verborgen, bittere realiteit in chocolade zit. En dat is gedwongen kinderarbeid. Tot in het ergste geval wat wij noemen moderne slavernij. En dat vinden we waanzin voor een product in 2019 wat niemand nodig heeft, hè, chocolade, wat iedereen lekker vindt. En waar mensen vaak niet van weten dat dat probleem bestaat. Dus wij proberen dat boven water te brengen, voor bewustzijn te zorgen. Een goede voorbeeld te geven aan de wereld dat het op een andere manier kan. En hopen dat andere bedrijven aanhaken om het goede voorbeeld te volgen. Ja, want ik ben net bij de presentatie geweest die jij gaf. Want jullie product is, zeg maar, zoals ze hier zeggen, een conversation starter. Hè? Ja. En het zit op alle mogelijke manieren. Hè? Ja. Want die reep van jullie die is heel onhandig, ingedeeld en oneerlijk. Niet gelijk verdeeld, zeg maar. Dus alleen dat al, vertelde jij, is een manier om met mensen te gaan praten over de wereld is ongelijk verdeeld. Wat wij met jou, we gaan hier ook zo nog even dieper op in. Nou, wat ik met name ook interessant vind is, jullie zijn een bedrijf wat in Nederland begonnen is, wat nu grote internationale ambities heeft. Wat doe je hier en hoe zorg je er hiervoor dat je verhaal onder de aandacht komt? Als je een Nederlands bedrijf bent en je wil impact maken in de wereld, is het eigenlijk logisch. Nou, als je een Nederlands bedrijf bent en gaat uitbreiden, is het eigenlijk logisch dat je eerst naar België gaat, dan naar Duitsland, Scandinavië en uiteindelijk een keertje misschien de VS. Maar 3 van de 8 grootste chocoladespelers hebben thuisbasis in de VS. En als je wil dat mensen je gaan volgen, dan moet je zorgen dat ze je zien. Als je wil dat ze je zien, zeg ik wel, dan moet je herrie maken in de achtertuin. Oké, dus dat is heel goed. We gaan zo over kijken. Voor ons was dit dus de manier om gezien te worden door herrie te maken in de VS. Dus we zijn als eerste land buiten Nederland zijn wij naar de VS gegaan. Dus we hebben een kantoor in Amsterdam en we hebben een kantoor in Portland, Oregon, in Amerika. Ja. Maar dan komt er een dag en zeg je, we gaan naar South by Southwest. Ja. Waarom? Het is natuurlijk technologie, film, het is interactive ook. Twee, het is een heel groot festival. En hoe lukt het je dan om hier de aandacht van die Amerikanen te krijgen? Het is altijd maar de vraag. Hoe krijg je aandacht van de Amerikanen, überhaupt? Ja. Eerst even het waarom. Ik ben eens gezegd, ik heb een shortlist van plekken waar je een keertje moet hebben gestaan. Als chief evangelist van de MNF. Ja. En die shortlist bestond onder andere uit TEDx, podia. Bestaat onder andere uit Sustainable Brands in ons geval, wat grote podia zijn wereldwijd. En eigenlijk is het grootste festival South by Southwest, in de VS in ieder geval. En je hebt niet alleen maar film en muziek, want binnen Interactive zit ook een hele food track. Ja. En je hebt een impact track, zeg maar. Dus daar zitten heel veel dingen wat voor ons heel interessant is, om daar reuring te genereren. We zijn hier vorig jaar geweest, toen hadden we een klein podium, hadden we een Chacucha side stage. En dat ging kennelijk zo goed dat ze zeiden, nou, dit jaar mag je een heel venue vullen. En toen we zeiden, nou ja, venue vullen, een half uur mijn verhaal vertellen is dan niet genoeg. Dus we hebben een hele truck hebben we omgebouwd van een soort US postal truck naar een Tony's hele ervaring truck. De Beat the Bar truck, waar je het hele verhaal uitgelegd kan krijgen. Ze hebben hier nu 3 dagen op de stoep gestaan en het verhaal verteld aan mensen. En gezegd, als je nou meer wil horen, kom naar ons verhaal toe. Mensen die bij ons verhaal waren net hebben gezegd, kom nog even naar je truck toe, kunnen we je daar nog langer doen. Was het volle bak? Ja, volle bak. Heel succesvol, mensen waren super enthousiast. Ja, heel gaaf. Ja. Gratis chocolade helpt misschien ook. Ja. Nou ja, grappig, hè. Want hij zegt van tevoren, bij het begin zei hij, je mag zoveel meenemen wat je wil. Ja. En er waren echt wel mensen die gewoon niet 2 maanden, nee, maar twee volle handen. Vorig jaar ook, eentje zoveel chocolade voor de helft van de mensen. Ja. En dan zie je
je dat er toch heel veel Hollands bloed bij de Amerikanen zit, hè? Ja. Dat ze komen graaien wat ze graaien kunnen, dan doen ze dood. Dat is mooi. Ja. Hey, maar als je nu dus ook eventjes wat anderen ervan kunnen leren, want ik heb hier ook een Nederlandse bedrijf gezien, waarvan ik dacht van nou, jullie verhaal is goed, maar het is jullie helaas niet gelukt om een publiek te trekken. Als jij nou een tip aan een ander zou moeten geven, een bedrijf wat ook denkt dat ze hier hun verhaal hier moeten vertellen, wat doe je dan? Om hier te komen? Om nee, maar als je hier dan bent, hoe zorg je ervoor dat je ook gehoord wordt? Hier komen is eigenlijk nog één, zeg maar. Ja, precies, daar heb je gelijk in. Want je kan een zaal toespreken van 150 man en mensen de zaal laten verlaten en ze geen gevoel geven. Of kunnen ze nog blijven? Ja, maar of mensen komen niet opdagen. Maar dat zijn allemaal verschillende vraagstukken. Dus. Ja, ja. Ik kan vele redenen verzinnen, maar ik kan je niet perfect vertellen waarom onze zaal vol zat. Het kan te maken hebben dat we 3 dagen al met de truck op straat stonden. Het kan ook zijn dat we Reuring online hebben gemaakt, al best lang. Over als je er bent, kom langs. Het kan wellicht ook zijn omdat we zo'n inspirerend verhaal hebben en dat vaker vertellen al. Dat mensen nu al dachten, dat heb ik wel eens gehoord, dat het een goed verhaal is, daar wil ik heen. Ja. Weet ik niet. Want we doen dit heel veel natuurlijk. Hè. Er zijn niet heel veel bedrijven die durven te investeren in het feit dat je... Wij doen geen paid media. Hè. We hebben nog nooit een advertentie of een reclame gemaakt. We vertellen het verhaal veel. Nou, dus dan moet je een bedrijf zijn die moet durven investeren in zo'n oude kale gek uit Soest. Maar dat zeg ik ook, maar daarmee raak je misschien wel de kern. Kijk, je moet een budget, je moet substantieel budget erin willen stoppen. Nou, dat kun je doen door het niet aan andere dingen uit te geven. Ja, dus niet aan reclames. Ik zeg ook wel, dat je moet ook wel zorgen dat je in het officiële programma zit, zoals jullie. Ja. Dus dat je gewoon in de boekjes zit. Want ik zie hier ook stadbedrijven proberen in de Fringe, in de kleine zaaltjes. Ja. Dat werkt volgens mij niet. Nou, weet ik niet. Heel eerlijk gezegd, wij waren hier vorig jaar klein. Yeah. En toen had ik het gevoel dat er meer reuring maakte door gewoon hier rond te lopen met een stapel reep in onze rugzak Gorilla het nieuwe Dutch Wave vol te leggen. Yeah. Dan dat we op het beursplein zouden staan waar je verzuimt. Er zijn er honderden dingen. Yeah. Maar ik denk dat onze Choco Truck hier ook heel erg is aangeslagen. 3 dagen gestaan en mensen live enthousiast, maar dat toch een andere manier is. Wees niet een gelikte, glimmende bus. Het zijn mensen in een t-shirtje die een verhaal vertellen en waar je wat chocolade kan proeven. Tegelijk wel je proeft, dan word je binnen gesleurd om de missie te leren. Nou ja, weet je wat, als ik naar jou luisterde, wat ik er zo mooi aan vond was... En wat je tegenwoordig ziet is, elk bedrijf wat al heel lang bestaat, heeft nu bedacht dat ze een purpose moeten hebben. Dus dat is echt in mijn beleving is erbij bedacht. En misschien geloven die mensen er ook nog in, dat weet ik niet, maar ik geloof ze vaak niet. Nee. En bij jullie heb ik echt, wat ik uit jouw verhaal haal is, dat wat jullie heel goed doen is, die reep is bijzaak. Ja. Hij moet goed zijn natuurlijk, hij moet lekker zijn, maar het gaat niet om de reep. Staat spijkerd op. Wij zeggen vaak, wij zijn geen chocolademaker, we zijn een impactmaker. Die chocoladereep is voor ons een middel richting impactmaker. Maar dat zou iets heel anders kunnen zijn, in ons geval was het chocolade. Zeg nog, wij maken niet zelf de chocolade, dat doet Marie Callebaut voor ons. We gaan wel over de receptuur hebben, we gaan wel over wat we erin stoppen voor ons, maar wij maken chocolade, wij hebben een impactmaker, daar focus op. Maar het is wel grappig dat je dit zegt, want ik zat een tijd geleden zat ik op een conferentie en daar luisterde ik naar een spreker van een van de allergrootste elektronica firma's ter wereld uit Korea. En het begint met een S en eindigt op een G. Ik kan geen naam noemen. En wat een prachtig verhaal die man. 11 slides lang over how to activate your purpose. Hoe activeer je je purpose? En ik zei op een gegeven moment een slide tegen die fan naast me, die toevallig de baas van Beat Corps was. Ik zei, maar heb je al gehoord wat die purpose van dat bedrijf nou eigenlijk is? Ja. Niet. Alleen maar over hoe ze het willen activeren. En toen sprong er al iets in mijn hoofd op, wat volgens mij heel erg spijtig aan de kop is. Er zijn heel veel bedrijven die zijn ontzettend bezig met een heidag of 2 heidagen achter elkaar om hun purpose te vinden. Ja. En dat zijn bedrijven die zoeken een purpose om marketing te plegen. Ja, precies. En wij plegen marketing om onze missie te bereiken. Ja. We hebben geen purpose aan de grond gestampt. Die purpose is onze reden van het bestaan. Ja. Ja. En dat is een groot verschil. Dat maakt het voor ons ook zo lekker glashelder. Daarom maakt werken voor ons richting die missie. Makkelijk is het niet. Maar het is glashelder bij ons waar we voor bestaan. Dat hebben niet alle bedrijven. Hey, ik kan me voorstellen na zo'n volle sessie en het succes van jullie truck eigenlijk, hè, veel bezoekers.
dat je hartstikke tevreden bent. Heb je nog tijd tijdens dit soort dagen om nog een beetje iets mee te pakken van de rest? Waar het niet dat ik zo'n vreselijke jetlag heb en ik dan denk ik ga vanavond om 2 uur 's nachts naar De La Soul kijken, wat natuurlijk mijn oude helft van boek gaat. Ja. Maar dan leg ik natuurlijk al op 1 oor volledig in de coma weg te trekken. Ja. Dus dat is een uitdaging. Ja. En ik moet zeggen dat vorig jaar heb ik heel weinig gezien, want toen had ik mijn tour redelijk aan het einde van de dagen dat ik hier zat. Ja. En was ik daar wel heel erg mee bezig. Nu was het gewoon noodgedwongen dat ik gisteravond in kon vliegen en ik eigenlijk nu klaar ben. Ja. Maar dan ben je nooit dat er net alweer interviews opgeleid en morgen televisie dacht, nou prima, daarvoor zijn we hier ook. Ja. Maar ik wil wel degelijk leuke dingen. Het zijn prachtige lezingen natuurlijk. Wat ik ingewikkeld vind bij South By, is door de bomen het bos. Ja, ja. Het is een soort market in Bangkok en als je een t-shirtje wil kopen, sla je dicht. Bij ons aan tafel gaat het altijd daarover. Tips die mensen elkaar allemaal geven. Heel erg. Hoe kom je nou door dat programma heen en haal je daar de dingen die voor jou interessant zijn? Ja. Want dat is heel persoonlijk. Haal je om je iets uit te geven, ik zat te kijken naar mijn vakgebied storytelling. Ja. Ook volgens mij 150 hits of zo van lezingen over storytelling. En dan soms ook nog 10 tegelijk. Ja. Er was eentje tegelijk met mij en ik dacht, nou, dat ga ik doen. Het was wel mooi dat wij waren met... we zijn ook altijd mensen uit van verschillende Nederlandse bedrijven over storytelling gesproken. Een van de dingen die die mensen hier opviel was dat eigenlijk branded content doodverklaard is. Dus echt, dat wil eigenlijk helemaal niemand meer. Het gaat echt om storytelling. Ja, ik weet niet of die dingen misschien toevallig ook echt wel een goede, gezonde middenweg kunnen hebben. Zou kunnen. Branded content met een purpose, daar zou ik niet per se voor schamen om dat te gebruiken. En tegelijkertijd, als je branded content hebt, dan mag je nog steeds goed vertellen. Ja. Nou, hier is, ik weet niet of je een soort Venn-diagrammetje op mijn heen kan. Maar sec branded content. Weet je, de grap zijn, ik zeg wel eens, we zijn natuurlijk genetisch gepreconditioneerd voor storytelling. Hè? Dus, het is zo'n hippe. Het is zo'n hippe gelikte hype. We zaten natuurlijk 100 jaar met onze voetjes in een kringetje rond de mangoboom. Nou, verhalen te luisteren. Ja. Ja, dat willen we ook, denk ik. Ja, alleen het enige is inderdaad gewoon, geloof je het of geloof je het niet? Ja, maar dat, en ik denk wel dat we in een tijdperk komen waarbij echte, geloofwaardige betekenis key is. En of dat nou in branded content vervat zit of in een goed stuk storytelling, maar dan denk ik niet meer uit. Ja. Echte persoonlijke betekenis en zeg maar bredere maatschappelijke betekenis. Ja. Is dit voor herhaling vatbaar voor Tony Cipollone om hier... ik denk het wel. Ik denk het wel. Er zijn ook wel heel erg andere tracks waar ik nu naar kijk, waarvan ik denk, nou, dat zou ook interessant kunnen zijn. Hele digitale track, wat wij nou doen, zou voor mensen ook interessant kunnen zijn. Of over onze value chain, over hoe wij nou door de hele waardeketen heen transparant zijn en hoe dat een verschil kan maken. Ik denk dat dat ook een hele interessante angle kan zijn. Hey, wil je in Nederland nog een keertje bij ons terugkomen om op al die dingen in te gaan? Heel leuk. Dan laten we hem nu eventjes hiervoor, want er zit namelijk zoveel interessants in. Dat vind ik ook. Ja. Dat is ook weer zo vet met ADHD, hè? Ja. we krijgen er zo nog één, dat scheelt. Die zit daar te wachten. We hebben nog een uitzending. Hey, ontzettend bedankt, Marcia. Dat wil ik heel graag. Ik was zeer onder de indruk. De zaal zat vol, mensen waren super enthousiast. Alle repen waren weg toen. Dus heel erg goed. Ik vroeg mijn dochter nog, die er ook is, wat voor reep moet voor je meenemen? En die houdt van, ik ben een heel erg ouderwetse man. Ik hou van melk en chocola, zeg maar. Van haar moest ik de raarste smaken meenemen. Ja, die hebben we in de VS. Maar die waren er hier niet de raarste smaken. Nee, hier was het gewoon. Nee, dus dan moet je gewoon in Amsterdam een keertje langskomen. Ja, precies, de pretzel toffer. Die hebben we wel hier. Dat is heel lekker ook. Ja, maar ze zijn inderdaad. Maar hier zag ik voornamelijk gewoon puur en melk volgens mij. Daar vanuit daar gaan we. Ja, hier in de kamer nog helemaal klaar. Ja, ga nog even wat lekker over chocola zitten houden. Waarom ook niet? Ja, je was aan het afsluiten. Je dochter moet gewoon even langskomen. Dat is goed. Dat zou ik tegen hem zeggen. Oké, bedankt. Jij heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Ik kom graag nog een keertje bij ons terug. Kijk je nu live. We doen 3 interviews. De volgende. André Amaro schrijft zo aan. Kijk je al niemand. Dan weet je dat je ze allemaal kunt terugvinden. Hier klinkt het heel erg hard. Maar men heeft mij verteld dat het bij jullie wel meevalt, die beats. Oké, tot straks. Dag. Oké, okay, maar ik moet het nog wel eens